Dag lieve mensen, welkom bij mijn video over het retreat, wat ik ga houden op 3, 4 en 5 mei. Ja, hier in Kerkrade, in het mooie Limburgse land. Dus als jij zegt van wat je dadelijk gaat vertellen, spreekt mij heel erg aan. Klik dan vooral in de link onder in de reacties. Daar zet ik de link naar de webshop. Daar staat alles in wat ik dus nu ongeveer vertel. Dus vind je daar ook terug. En ja, dan zie ik jou misschien ook in Kerkrade. Goed, wat houdt dat retreat in? Gaat ontwikkelen. Heeft te maken met mijn programma wat ik gemaakt heb, ontwikkelen. Dat gaat erom dat je dus ontwikkelt, ontdoet van overtuigingen, blokkades. Onbewuste blokkades vooral ook. We gaan op zoek naar wat jou tegenhoudt om te groeien. Wat jou tegenhoudt om in jouw kracht te staan. Het programma begint op vrijdag om 11 uur. Om 11 uur ontvangst met koffie, thee en uiteraard Limburgse vlaai. Dan een lezing door mijzelf over de psyche. In ieder geval een verkorte lezing. Hoe ik dat heb ervaren, hoe ik daarmee om ben gegaan en wat ik daarvan weet, ga ik jullie vertellen. Dan gaan we eigenlijk journalen wat je wil opschonen tijdens dit retreat. Lunchen, ook op locatie, gewoon wordt daar gebracht. Dan een chakra scan, body scan met essentiële olie en een geleide meditatie over vergeving. Want als jij jezelf niet kunt vergeven, dan kun je dus ook niks opschonen. Vergeving van jezelf is het allerbelangrijkste in een bewustwordingsproces, in een transformatieproces. Doe je dat niet volledig, ga je niet in je kracht komen. En dan gaan we dus nog daarna journalen. Wat heb je ervaren tijdens dit? En dan het diner. En dan mag je of naar huis of naar het hotel. Dan gaan we zaterdag beginnen. Om 10 uur beginnen we dan vroeg. Ontvangst. En dan gaan we een chakra activatie doen. En een baarmoederhealing. Door mijzelf. Gegeven met de ank, de essentiële olie, light language. Daar krijg ik over 2 dagen een activatie in. Dus dat gaat stromen. Geloof ik ook wel. Dan gaan jullie een ademsessie krijgen van Claudia. Claudia is ook heldervoelend. Daarna de lunch, een reiki-behandeling van Jacqueline. Niet mij, maar een collegaatje van mij is reiki-master en heldervoelend, helderziend. Dan daarna een 4 seizoenen yoga door Claudia. Heel bijzonder moet het zijn. En ook die ademsessies wat ze geeft. Dan hebben we weer koffie, thee. Nou, wat lekkers. Dan door Jacqueline een energy dance. Niet door mij, maar door Jacqueline zelf. Dus zij gaat met jullie dansen. En dan gaan jullie weer journalen. En dan is het rond 4:30 even tijd om naar het hotel te gaan. Of naar huis als je in de buurt woont. En 's avonds gaan we uit eten. Gaan we ergens dineren bij een lokaal bedrijf. Goed, ik ben tijdens die zaterdag bij iedere sessie aanwezig. Dus als jij dan hulp nodig hebt en zegt van ja, ik weet dat even niet en ik heb hulp nodig. Ik voel dat natuurlijk ook wel. Maar dan kan ik jou in ieder geval op dat moment ook nog even ondersteunen. De zondag, wat doen we zondag? Zondag hebben we ook ontvangst koffie thee. Uiteraard. Ademsessie met Claudia alweer. Dan nog een reiki-behandeling door Jacqueline. Dan weer lunchen. Dan weer journalen met Claudia en Jacqueline erbij. Want die gaan jullie ook ondersteunen. Omdat zij ook natuurlijk heldervoelend, helderziend en helderhorend zijn. Als laatste hebben we na de lunch. Na de koffie. Hebben we een sessie door mijzelf. Een healing sessie met behulp van Isis. De ank, de light language, het opschonen van de energie via de vortexen, herstellen van de energie in al je lichtlichamen, in al jouw lichamen en een energieverzegeling. Wat ga ik dan doen? Alles wat jij hebt opgeschoond in dit traject, in dit hele retreat, ga ik opruimen. Opschonen, de energie wordt volledig opgeschoond. Je krijgt een Isis-activatie. Er gaat een verandering plaatsvinden. Dat gaat gewoon magisch worden. We gaan met bloemen werken. We gaan met rozen werken. We gaan met een krachtwiel werken. Edelstenen, etherische olie. Alles, dat ga ik allemaal inzetten. Zo heb ik mij het stukje geheeld dat ik in balans kwam.
Dus dat is voor mij heel erg belangrijk geweest en ik ga jullie daar ook bij ondersteunen. Dan hebben jullie op die zondag een 1-op-1 sessie met mij. En dan heb ik gelukkig, als er 12 mensen zouden zijn, dat is een maximum aantal voor dit retreat, dan krijg je een kwartier. En als dat minder deelnemers zijn, dan wordt het een beetje langer. Dan heb je dus voor jou geluk. Goed, natuurlijk kon ik dat niet regelen door alleen. Dus ik heb dat samen, ga ik dat doen met Jacqueline en Claudia. Claudia is doet ademcoach, yoga docent en mijn schoonheidsspecialiste. En zij doet Chinese acupunctuur. Jacqueline is Reiki master, fysiotherapeut. Dus je bent in ieder geval, en ik ben medium en ik verzorg healingen. Dus je bent in ieder geval in goede handen en voeten, want ik doe ook voeten, maar niet die dag. Alle catering heb ik uitbesteed bij een bedrijf, twee bedrijven hier in Kerkrade. De locatie Catharinahuis is ook een mooie locatie. We mogen twee ruimtes gebruiken. Dus het is heel mooi neergezet. En mijn leverancier gaat alles aankleden met edelstenen en zoutlampen. Ik zorg voor yogamat, ik zorg voor dekens, ik zorg voor kussens. Dus voor alles is gezorgd, voor eten en drinken ook. Als jij zegt van ik heb allergie, dan moet je dat even doorgeven als je het bestelt. In het vakje opmerkingen. Je krijgt een orderbevestiging. Daar staat in het rechtervakje een PDF-bestand. Dat dien je te downloaden. In dat PDF-bestand staat het hele programma. Maar er staat ook een kortingscode. Want je kunt mijn programma, wat ik vorige maand gemaakt heb en gelanceerd, kun je dus aanschaffen met 22 euro korting. Dat betekent, als je het op tijd aanschaft, dat je voor die tijd al met dat programma aan de slag kunt. Dan kun je dus ook al blokkades opschonen. Als je zegt van ik ben nog pas begonnen. Of ik zit al in, ben al verder, maar ik voel dat ik niet vooruit kom. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt van ja, ik heb al van alles gedaan om op te schonen. Maar ik kom niet vooruit. Het gaat niet. Het lukt niet. Ik heb het gevoel dat ik vastloop. Ja? Dan is dat programma daar hartstikke goed voor. En natuurlijk kan dat, want je pelt als een ui af. Dat gaat niet allemaal in één keer. Dus dat maakt ook verder niet zoveel uit. Maar dan is dat programma natuurlijk hartstikke goed als voorbereiding op dat retreat. Dat je in ieder geval datgene echt alles gaat opschonen wat je op mag schonen. Dus dat je op bevrijdingsdag, op 5 mei, in ieder geval bevrijd van al je blokkades naar huis mag. Of de meeste. Daar ga ik mijn best voor doen. Daar gaat mijn gidsenteam van gidsen zijn best voor doen. En ik moest ook werken met de witte rozen. Dat heb ik eens van mijn shamanengids gehoord. Dat zij dus altijd via de witte rozen huizen doen reinigen. Inmiddels weet ik dat het ook anders kan. Ik ga vortexen openen, ik ga vortexen sluiten. Ik ga alles via de vortexen opschonen. Dus jullie worden echt op zondag, is echt de magische dag dat jullie echt alles opruimen. Wat jullie die 3 dagen dan echt hebben gezien. En waarom is dat journalen belangrijk? Dan ga je bewust worden van datgene wat je opschrijft. Ik ga jullie ook eigenlijk automatisch laten schrijven, dat je kwartier schrijft en dat gewoon blijven schrijven, dan kom je in je onderbewuste. Dus dan ga je dus echt de diepte in. Dat ga ik je allemaal leren. Ik ga jullie ook leren manifesteren op de juiste manier, want als je niet op de juiste manier manifesteert en je gebruikt niet de juiste woorden, dan krijg je nog niet dat wat je wil. En dan gaat het niet stromen. Dus dat is ook heel belangrijk. En we gaan dus manifesteren en loslaten tegelijk. Kan allemaal tegelijk. Dus dat. En ja, goed. Ik zou zeggen, als je zegt van ik heb interesse, maar ik heb nog even een vraagje. Dan mag je die stellen. Stuur me een mailtje. Als je zegt, ik moet blijven logeren in een hotel. Prima. Dan zou ik je adviseren Abdij Rolduc. Dat is 10 minuten ervan aanlopend. Kasteel Erestein. Waar de Verraders opgenomen is vorig jaar. Dan zou je dus daar ook kunnen logeren bij het Fletcher Hotel. Want dat is ook in de buurt. Maar dan moet je wel een auto ter beschikking hebben. Nou, dat heb je dan sowieso als je met de auto komt. Fletcher Hotel, dat andere raad ik niet aan. Dat zit op een... daar zit de Gamma en de Praxis rondom. En daar zit het voetbalstadion van Rode JC. Daar wil je ook niet horen in het weekend. Dus ik zou adviseren, of Abdij Rolduc is lekker rustig, is hele mooie natuur om te wandelen. Als je vroege vogel bent, kun je er altijd van tevoren even wandelen. En Erestein idem dito. Op die twee plekken ga ik ook vaker wandelen dus. En daar in dat andere, dat is gewoon, ja, dat is allemaal
allemaal bedrijventerrein. Dus dan niet zo prettig om daar na zo'n retreat te zijn. Althans, dat zou ik je niet adviseren. Maar goed, het is wat je zelf wil. En mensen hier in de buurt kunnen natuurlijk ook boeken. Dus dat staat je vrij. Want dan kun je gewoon naar huis. Dan heb je gewoon 3 dagen lekker voor jezelf. 3 dagen echt alles opschonen en in je eigen kracht. Want dat is mijn bedoeling. Dat hele retreat is eigenlijk ervoor bedoeld dat ik zorg dat je zoveel mogelijk opschoont. Zoveel mogelijk bewust van alles wordt. Heel veel blokkades loslaat. En Jacqueline en Claudia zitten op diezelfde frequentie. We hebben dat besproken. Dit is wat we willen neerzetten voor de mensen. En zij gaan hun stukjes daar ook op baseren. Dus en het dansen en de reiki. En ja, wat nog meer? Wat gaaf is nog meer? Ja, ademsessie en een yoga. Dus en ik doe mijn best. Ik ga met mijn gidsen de magie laten stromen. Dus mijn energie laten stromen. En ik ga jullie ondersteunen bij jullie processen. Goed, dankjewel. En mocht je nu kijken en zeggen van ja, dat retreat. Ik woon in de buurt, maar het retreat kan. Ik ben van plan om ook nog vrouwencirkels te gaan organiseren hier in Kerkrade. Want ik weet niet waar dat ergens nog is. Maar in ieder geval niet op de manier zoals ik ze geef. Zoals ik ze wil geven. Want ja, iedereen is uniek in zijn ding en doen. Laten en doen. En zoals ik het doe, ja, zo voelt het voor mij goed. En als dat resoneert bij jou, dan ben je welkom. Maar goed, dat komt. Zie je te zijn altijd op mijn Facebook of op mijn Instagram. En op mijn website. Ja. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jou heel veel succes. Heb je nog vragen over het retreat? Kun je die hieronder stellen? Of je schrijft het even naar mij in info@mediumjacqueline.nl. Het retreat kost €495. Zit dus alles in. Eten. Ja, logeren moet je dan zelf regelen. Maar het eten, de sessies, alles zit daarin. Eten, drinken, 2 drankjes op de zaterdagavond erbij. En de rest wat erboven is, moet je dan wel zelf betalen. Goed. Dat was het. En het eten, ik eet heel graag. Ook al kan ik nu niet veel eten meer. Maar ik heb in ieder geval gezorgd voor catering die wel fatsoenlijk is en het lekker is. Want dat is het belangrijkste. Als het smaakt, is het goed. En dat hoort het ook zo te zijn. Goed, dankjewel voor het kijken. En heb je interesse, laat het even weten of stuur een mailtje. Dankjewel en namaste. En wie weet zie ik je daar. Doei doei.